bloemetje aanpakken? Ja. Ja, haal jij er maar eruit. Nou, een bloemetje. Ja, nou, ja. Ja, ja. Stop. Ik heb hier net op de achtergrond staan. Ik heb mijn vrouw net op de achtergrond staan. Wauw. Even wacht, heel langzaam. Ja, komt er maar. Dat hou je toch niet tegen. Nou, goedenavond allemaal. Het is al het einde van de dag van onze fantastische bruiloft. Ja, het was wel echt heel gaaf hè, vandaag. Ja, het weer was goed. Ja, alles was gewoon een 11. Wat hebben we gedaan vandaag? Hoe zijn we begonnen? Nou, ik ben heel makkelijk wakker geworden. Ja, hoe laat? Nou, niet te laat. 8:00. Lekker ontbeten. Autootje stond voor. Fotograafje langs. En om 11:00 was ik bij jou. Ja, en ik was om. Ik had de wekker om 6:00 gezet. Maar Thijs was al om 5:45 wakker. En relaxed gedoucht. Om 8:00 kwam de make-up en haardame. Dus die deed het echt fantastisch. Had het heel goed gedaan. Sonja die is bij mij blijven slapen. Patrick is bij Marco blijven slapen. En Marco en Sonja is een stel en die zijn onze getuigen en ceremoniemeesters. We hebben. Ja, om 11:00 kwam je maar ophalen. En twee foto's dat geleden. Was echt fantastisch. En een hele mooie Rolls Royce. First look. First look foto's gemaakt. En dat betekent dat ik eerst naar buiten ben gegaan. En dan moest jij je omdraaien en dan zag je mij. En dan op dat moment ging ze dus die foto maken van Patrick. Van Thijs. Daarna hebben ze een fotoshoot gedaan. Op de groenzoom. In de groenzoom, was echt super gaaf. Er was toevallig ook een ander bruidspaar, was daar ook foto's aan het maken. Maar dat was heel erg leuk. Eerst met de kinderen en daarna lekker met de tweetjes. En daarna zijn wij in de groenzoom gebleven. En dan hebben we een heerlijke picknick gehad. Echt zo relaxed aan het water. Hebben we even, een uurtje denk ik, ja. Gezeten. Ja. Dat was echt heel gaaf. En daarna weer gestapt in de Rolls Royce naar de locatie toe. En we zijn dus gaan trouwen bij Dekker Zoetermeer, bij het trouwgedeelte buiten. En we kwamen daar aan en alle mensen die stonden daar in een haag. Ja. Een mensenhaag. En daar kwamen we dan zo aangereden. Daar konden we zo doorheen lopen naar de locatie. Dat was heel tof. Nou, wij gingen naar binnen, alle andere mensen gingen zitten op hun plaatsen. Patrick die is daar dan gebleven. Dan hadden we drie bloemenmeisjes, Mandy en Thijs en ik, zijn achterom gelopen. Startte het eerste liedje, toen kwamen dus de drie bloemenmeisjes eerst op en daarna Mandy en Thijs in hetzelfde liedje. Daarna kwam ik op, ik kwam alleen op met mijn bruidsboeket en kreeg ik een microfoon in mijn handen, want ik had een liedje ingestudeerd. Oh, lief ook zeg. Ja, het was heel gaaf. Jammer genoeg ben ik te laat ingestapt. Ik weet niet precies, ik ben te laat ingevallen. Ik moest het eerste couplet even aan me voorbij laten gaan. En ik ben ook nog ergens onderweg nog een keer één regel tekst kwijt geweest. Maar wat ik heb gezongen, dat was echt, ja. Niks van gemerkt. Het klonk goed, echt waar. Niks van gemerkt. Jawel. Ik wel, ik ben natuurlijk perfectionist wat dat betreft. Daarna hadden we een fantastische ceremonie. Ik kan niet anders zeggen, onze... Dankjewel, Babs. Ja, onze Babs, dat is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar hadden we onze buurman Donald hadden we aangesteld. En wat hadden we gevraagd of dat hij ons wilde trouwen. Ja, het was fantastisch, deed hij het. Kon niet anders zeggen. Ja, nou, absoluut. Voor de eerste keer. Het was voor hem ook de eerste keer, maar... Het was ook echt heel erg goed gedaan door hem en het was super. En dan om 3:00 hadden we een beetje een... We wilden eerst toasten, maar dat ging niet, want we moesten even naar binnen. Oh, ja. En toen moesten we even gaan zitten in de mooie stoelen voor een scherm. Heel groot scherm. En toen had onze lieve PGB'er, mogen haar niet op vlog bij naam noemen, maar onze allerliefste PGB'er, die had met Thijs samen...
een soort van stukje in elkaar. Ze had een filmpje gemaakt samen met Thijs, maar ze heeft het echt voorgedragen samen met Thijs. Ja, als wij dan onderweg waren, dan zijn we wel een beetje ondeugend geweest. Want we hebben allemaal filmpjes gemaakt en die gaan we dus nu laten zien. Onder het nummer van, onder het nummer van Marco Borsato met zijn dochter. Ja, ik ben van jou, ik ben van mij. Of hoe ging dat? Jij hoort bij mij, zoiets. En nou, fantastisch. En niemand heeft het droog gehouden, kan ik je vertellen. Ja. Iedereen janken. Het was echt heel indrukwekkend. Het was echt een heel mooi cadeau. Echt een heel mooi cadeau. Dus dat was toen. En toen zijn we naar buiten gegaan weer. Hebben we Prosecco gekregen. Getoast. Was een super mooie toast ook. Echt heerlijk. En daarna dan staat er toch een hele lange rij. En dan word je gefeliciteerd om en om. We hebben heel veel envelopjes gekregen. Die gaan we straks uitpakken. Die staan daar in een doos. Yes, I do. Op tafel. Even kijken. Daar. Daar staat die. Ik laat jullie morgen bij het daglicht nog even onze kamer zien. Want we zijn ondertussen in Hotel New York. Maar daar kom ik zo meteen nog wel af. Na de toast is de borrel begonnen. Dus van 3 tot 6 hadden we een fantastisch trio. Jazz trio. Ja, dat was echt heel gaaf. Het was zo'n mooie muziek. Simon Richter, Bas Jiskoot. Nee, Cas Jiskoot. En Vincent. Weet ik niet. Vincent, je moet het ons een beetje vergeven. Ja, sorry Vincent. Maar fantastisch. Dat is iemand met een gitaar, denk ik, of niet? Ja. Ja. Echt top. Echt top. Je moet jezelf zo zien. Je kijkt uit over het water. Je bent omringd door familie en vrienden. Op de achtergrond een tikkeltangeltje, zoals wij dat dan noemen. Ja. En dan genieten. Ja, het was fantastisch. Ook hele leuke, lieve vriendinnen waren er. De Forever collega's waren er. Met 2 Belgische vrienden waren er. Die hebben ook echt, was superleuk. En om 6 uur gingen we een beetje de statiefoto's maken. Dus we hadden foto's met de familie, foto's met de getuigen, foto's met de ouders. Die waren er allemaal. En dus de meute zeg maar van de middag, die ging weg. En de mensen die bleven voor de barbecue, was een beetje een mooie overgang met de statiefoto's. Ja. Zodat iedereen ook begreep dat hij gewoon naar huis moest. Ja, mocht gaan. Mocht gaan. En eigenlijk gelijk aansluitend barbecue. Dat was ook echt super geregeld met net even wat anders vlees dan dat je normaal op de barbecue doet. De mannen van Rijas, goed gedaan. Ja, absoluut. Keurslager. En fantastisch. Ik val een beetje in herhaling, geloof ik. Het is allemaal fantastisch. En toen zijn we natuurlijk nog getraketeerd op allemaal stukjes. Ja, allemaal voordrachten. Ik zou toch echt even mijn geheugen moeten graven wie dat allemaal heeft gedaan. Je vader, je moeder. Mijn vader, mijn moeder. Danny, je zus. Danny, mijn zusje. Danny en mijn zusje goed hebben gezongen. Goed gezongen, het nummer van Claudia de Breij. Ik heb samen nog even gezongen met Danny. For good old time's sake. Ja, dat was heel erg leuk. Jan Teun heeft nog een stukje gedaan. Mirjam heeft nog een stukje gedaan. En toen was het tijd gewoon om lekker hier naartoe te gaan. Ja, hier naartoe. En we zijn dus nu gearriveerd bij Hotel New York. Op de locatie nog even afscheid genomen van alle mensen. Een taxi gepakt. Maar vlak daarvoor dan nog even de getuigen en de babs een prachtig cadeau gegeven, denk ik. Ik vond het zelf een heel mooi cadeau. Hashtag kaaswaag. Kaaswaag, echt fantastisch. Alle credits gaan zeker naar de ceremoniemeesters. Ik kan niet anders zeggen. Sonja en Marco, jullie waren fantastisch. Weer een herhaling, maar het is gewoon zo. Je mag af en toe ook het woordje excellent gebruiken. Excellent. Nou, toen was het tijd om gewoon hier naartoe te gaan. Taxi gepakt en we zitten in Hotel New York. We zitten dus nog in onze jurk. Ja, de echte bitterballetje, chocolaatje, champagnetje. Ja. Nou ja, we zitten dus in Hotel New York. De jurk is dus van Nikita Bruismode. Ik hoop dat er
binnenkort wat foto's komen die ik kan gebruiken, die ik even op alvast op TikTok of op Insta of op mijn vlog kan zetten. Nu zie je het niet echt meer. Maar goh, prachtige jurk van Nikita's Bruidsmode. En jij hebt je pak bij Roka vandaan. Met een heel mooi donkerblauw jasje er nog bij. En Miranda van Nikita's Bruidsmode. Dikke vette chapeau. Je hebt ons ontzettend goed geholpen. Of mij ontzettend goed geholpen. En we zien elkaar dinsdag weer. Want dan ga ik de jurk weer terugbrengen. En ja, de rest vertellen jullie nog wel een keer. Ja, we moeten het ook allemaal even laten bezinken. Daar heb je de helft niet mee gehad. Nee, we moeten er allemaal over nadenken. Iedereen die zei van, heb je dit, heb je dat? Nee. Niet gezien, nee. Dus zo voor lieve leek komt natuurlijk het sluitende verhaal. Maar dit is even onze eerste avond samen. En we slapen ook dus zonder Thijs. Uitslapen. Dus het is echt, ja... Heel fijn. Ik heb er heel veel zin in. En zometeen gaat Patrick mij helpen. Je moet even de achterkant van mijn jurk laten zien, schatje. Oh, ja, ga ik doen. Dat is mijn avondarbeid. Dat zijn allemaal knoopjes. En nee, die mag ik er niet afrukken. Ja, het is niet anders. Nou, die moeten echt nog goed allemaal open. Eén voor één. Dus we hebben nog even... Dat is ook één om een paar uur. Ja, nee, dat kan niet. Ze moeten echt allemaal los. Eén om één en dat nog een keer. Ja, goed. Dag. Goedemorgen, the day after. Nou, het is echt een hele gave nacht geweest. Ik zal jullie nu even de hotelkamer laten zien. We werden vanochtend om 8:30 wakker. Even voor de eerste keer. Toen dachten we, we kunnen ons nog even omdraaien. En toen werden we opeens om 10:30 wakker. Dus ja. Nu hebben we alles weer opgeruimd, dus we kunnen het weer laten zien. Ja, het was helemaal vol. Ja, die trouwjurk, die liep in die enveloppen en overal. Ja. Dus heel leuk. En ik zal jullie even de kamer laten zien. In ieder geval hartelijk bedankt voor het kijken. Ja. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende vlog. Dit is het uitzicht van ons hotel. Je kijkt dus uit op de Maas, is dit. En ook een beetje skyline Rotterdam, kijk, met de Erasmusbrug, zo, de Erasmusbrug, rondvaartboten, de Euromast, helemaal leuk. Hier binnen is ook de deur van hoe je in binnenkomt, nou, mooi kastje, prachtige zit. Een open haard. Hallo, daar ben ik. Prachtige spiegel. Hele mooie hoge plafonds. Een tafel met de president, de directeur erop. Mooie kast. En hierachter nog een mooi kastje. Die. En hier een prachtig bed. Heerlijk geslapen. Nou, dit is dan de badkamer. Hi. Wastafel, prachtige spiegel daarboven, wc, douche, bad en moet je kijken, het is hier zo hoog, het is echt tof. En heel goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik heb gemerkt dat ik eigenlijk zondag niet eens heb afgesloten, maar ik heb helemaal niet gevlogd zondag. Dat komt omdat we veel visite hadden nog om na te praten van de bruiloft. Nou, bij deze sluit dan de video af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zeker een duimpje omhoog. En abonneer hier beneden op ons kanaal. En dan zie ik jullie misschien de volgende keer weer. Doei!